Soms kom je een auto tegen waar je al een mening over moet hebben. Nou, dit is er zo eentje, de Daihatsu Materia. Kijk nou eens naar die achterlichtjes. Hele bizarre vorm, een beetje PT Cruiser-achtig. Die overgaat in een prachtige strip met de naam Materia erop. Met lamellen zou je denken, nee, het is spiegelglad. Kijk, dit spoilertje nou eens, dat belooft wat, toch niet? Een hele vlakke vooruit zou je zeggen, maar kijk eens goed. Kaarsrecht omhoog staat hij. Een hele korte stompe neus. Maar laten we eerlijk zijn, het is net een bokser. Dat zijn toch lieve honden. Doe me één lol en bestel deze auto in godsnaam niet in zwart of in zilvergrijs of iets dergelijks. Kijk dan naar deze kleur. Bluish, white, pearl, mica. Kom daar maar eens om. Tja, een paar kleine saaie zwarte luidsprekertjes. Kwestie van het knopje drukken. Kijk, die rechtopstaande voorruit is natuurlijk hartstikke leuk qua design. Maar ja, als je voor een stoplicht staat, dan moet je aardig lenig zijn om het nog te kunnen zien. Groen. We rijden nu in een 1.5. En ik moet je heel eerlijk zeggen, als je me vertelt dat het een 1.3 was, had ik het ook geloofd. Het motortje gaat wel mee, maar het houdt niet echt over. Ontzettend veel toeren maken, wil je echt een beetje fatsoenlijk weg kunnen trekken. Tja, en dan komt natuurlijk de hamvraag, zouden wij deze auto kopen? Wij? Ja. Ik? Nee. Ik zou hem zelf niet kopen. Maar ik vind hem leuk. Ik vind hem lief. Ik vind hem grappig. Ik vind hem geinig. Vierkante trutterschudders zijn er wel genoeg in Nederland. Deze auto is gewoon geinig. Gewoon een geinig klein autootje, wat best goed rijdt. Wat best praktisch is, met alle nadelen die erbij horen. Maar ik geloof dat deze auto kans maakt. Ik ga hem hypen.